Summerville blijft op de been tegen Knoester. Oh, Summerville. Oh, Immers. Oh, Plaswieg. Meijers nog. Man, man. Even inhouden. Dan de andere kant op. Dat is op zich goed gedaan. Dan gaat hij door het midden. En komt hier de eerste gele kaart van de wedstrijd. Grote kerel. Daar met zijn volle gewicht tegen Haruian liep hij daar niet op had gerekend. Oh, Summerville gaat er met de bal vandoor. En gaat hier 3-2 maken. Omdat er van alles misgaat achterin. Maar... Stubbs. Summerville. Dat is een lastige bal van Stubbs, maar mooi meegenomen door Summerville. Schitterend gedaan. Dubbele 1-2 en dan de ingreep van Matthijs. Ja! 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 Half uur onderweg zijn naar deze wedstrijd. Stand 2-0. Goals Ziyech. En Van de Beek. Haag heeft af en toe een corner te nemen. En is daardoor nog wel eens in de 16. Nu komt. Summerville stuurt Malone de diepte in. Dikke kwartier, even een fase met wat meer pit en wat meer tempo. Mauro Junior. Goeie bal. Maar de kleine Summerville zat daar nog tussen. Is goed voor Summerville. Bal is nog binnen. Malone. Alweer vier doelpunten voor Heracles. In eigen huis. Summerville. Om dichterbij te komen. En behalve de keiharde cijfers is er dus een hele matige spel van ADO. Dit is wel een lekkere. Hoeveel uitgespeelde kansen heeft de ploeg van Groenendijk nou werkelijk gehad? Zo! Drupper met een frustratieovertreding. Balcontrole is er wel bij Summerville. Komt er ook nog langs. Glijdt dan uit. Kans, doelpunt. Ja, daar is hij. Even bleef liggen. Dit is een scherp voorgegeven corner. Weggebokst. Gekozen. Heerlijk voorgegeven weer door Gosens. Summerville moet nu in de sprint achter pas lopen. Immers. Mag het nog één keer dan? Nee, ziet. Krijgt hij die bal mee? Summerville. Krijgt hij die bal mee? Over de redding. Wat een redding, Kooselef. Kun je hier. Summerville, doe het maar alleen. Immers komt wel met je mee, maar... Hey, overtreding. Nee, zegt de scheidsrechter. Ja, zegt de scheidsrechter. Strafschop. Malone. En Summerville. Laten we zien hoe snel hij is. Daar moet de goal zijn. Summerville. ADO heeft nu toch snel een goal nodig. Kijk hoe snel Summerville is. Geweldige actie. En uiteindelijk door. En dan toch in bij Gosens. Meijers. In het midden. Daar Immers. En misschien nog een herkansje voor hem uit de omhaal. En dan is het Summerville die hem afmaakt. Dus de tweede minuut. En ADO. Koopmans. Obispo, Doekie. Was de gevallen daar door Summerville. Summerville vooral een heel vroege 3-0. Dat zou toch wat zijn, zeg. Abo bet spēles otrajā arī Latvijas izlase trāpī pa vārto stabu, tā kā mums arī bija iespējas. Raimunds Krols, mūsu uzbrucējs, to izdarīja. Tagad skatāmies vēl viens Nīderlandes komandas uzbrukums uvis vienā spēlē vasarā Baltijas kausa. Ietvaros pret Lietuvu. Mūsu 19 izlase svinēja uzvaru ar rezultātu 5-1. Bīstam pie mūsu vārtiem un 3-1. 3-1. Kris pret Izraēlu intervijā Edvards atzina, ka ar vairākiem spēlētājiem, kas šobrīd ir laukumā Nīderlandes 19, bīstami! Jai, 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 jai.
pie mūsu vārtiem, uz mūsu vārtiem Nīderlandes komandas izpildījumā un kārtējais stūra sitiens. Skatāmies, ar ko noslēgsies šī epizode. Oi, bīstami. Neprecīzi piespēlē un redzēsim, ar ko atbildēs. Tagad varētu būt bīstami. Šis te jaunais cilvēks ar 7. Numuru ir ļoti bīstams. Viņš joprojām iet tālāk un jā. Diem žāl. Nāmumu, jo tur tiešām viens pats bija mūsu komandas spēlētājs, bet tagad ar ko atbildēs Nīderlandes komandā un Kaļesnieks. Fente. Hij joep goed. Als je op Summerville geen buitenspel, dan is het 3-0 dus. Speelt. Vlag blijft op laag. En dat is volkomen terecht. Fine sačuva loptu Burger. Guter Burger iz Fenorda, evo prilike I to vrlo dobro. We'll be right back.